Hi. Hi. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb vanochtend heel veel zakken kleding uitgezocht. En daar ben ik mee aan de slag gegaan en gaan wassen en doen. Ik heb eigenlijk helemaal niet aan gedacht om de vlog te openen. Ik dacht er nu ineens aan, toen Liam wakker werd van zijn middagdutje. Ja. Oh. Leuk stuk. Hij is zo aan het snotteren. En mama daar je neusje schoonmaken, hè? Ja. Mama zo eventjes een warm washandje maken. Even je neusje schoonmaken. En uitzuigen. Ja. En dan is het dadelijk ook lekker een flesje. Hé? Wat is het? Tata. Oh, dat is lief. Ja. Oh, lampjes op de boom. Oh, dat zijn allemaal lampjes. Nu vindt hij mooi om te zien. Wat wil je vertellen? Oh jee! En nou? En nou? Oh jee! En toen? En toen? Njom. Goed zo. Die zo. Jij ook zo. Ja. Dat is wat jij wil, hè? En Jordi is lekker hier aan het spelen. Liam was Jordi zo aan het koeieneren dat ik hem even in zijn eigen box heb gezet. Kan Jordi heel eventjes lekker zijn dingetje doen. Ook belangrijk. Ben je lekker met Joefie aan het spelen? Of bij Joefie aan het spelen? Stiekem vind jij Joefie wel lief bij Jordi? Papa is even met de vaatwasser bezig. Een hele goede morgen. Jordi heeft uitgeslapen. Hij was vannacht ook al aan het spoken geweest. En Liam zit hier eventjes in de box. Ik heb het nieuws van gisteravond aangezet, zodat Jordi daar kan kijken. En gisteravond zijn Niels en ik naar bed gegaan, heb ik nog was opgevouwen. En hebben we nog tv gekeken. We hebben Videoland zitten kijken, Meisje van Plezier. Leuke serie. Dat hebben we gedaan. En... ja, nu is het alweer. Ik heb me eigenlijk een beetje verslapen vanochtend. Maar Liam die heeft me gelukkig wakker gemaakt. En die is nu lekker aan het klimmen. Wat ben je aan het doen dan? Ja, ja, ja. Ja, jij zit even daar.
Ja. Jordi had voor zijn verjaardag centjes gekregen van zijn oma en van zijn peetoom. En daar hebben we dit ding van gekocht. Liam is trouwens daar aan het spelen. En ik ben met Jordi hiermee bezig. Want dit is goed voor de evenwicht. En Jordi houdt van wiebelen. Wiebelen in de vorm van heen en weer gaan. Ja, van links naar rechts. En ja, dit was dus wel een mogelijkheid dat hij meerdere dingen in één keer kan oefenen. En hij vindt hem tot nu toe eigenlijk best leuk. Ja, heen naar links. En naar rechts. Ik blijf er wel bij, want het is volledig nieuw voor hem. Dus hij snapt helemaal niks ervan. Joef, weg daar. Dus hij is even alles aan het ontdekken. Peace. Niet te hard, papa. Nee, dezelfde. Hmm. Ik weet dat niet. Sta je daar gewoon met één hand? Echt waar? En nou? Oeh, pas op. En nou? Die stappen. Zie je al stappen? Zie je gewoon al stappen? Wat goed van jou. Oh, kijk uit. Goed zo. Goed zo. Yay. Wat goed van jou. Kleine hooligan. Wauw, wat doe jij goed lopen. Goed zo. Wat goed, Jordi. Yay. Super goed. Wiebel, wiebel, wiebel. Ja. Zo. Zo. Mooi. Kan ik even zo? Goed zo. Wiebel, wiebel, wiebel. Nee. Nee, dat mag niet. Nou wordt hij boos omdat hij dat niet mag, hè, papa. Ja, dan is hij pech. Ga maar zitten, Jordi. Ik had hem straks op een gegeven moment andersom zitten. Boom. Nee, wil je niet meer? Andersom erin zetten. Zodat hij zo in zit. Goed zo! Wiebel, wiebel, wiebel. Goed zo! Yay! Goed zo! Ja, dan ga je wiebelen als je eruit. Ja, daarom. Woehoe! Yay! Goed zo! Dat mag niet echt. Kom maar rustig aan. Moet hij ook leren, hè, papa? Wat goed! Hij moet ook leren dat hij er gewoon uit kan en dat, hoe dat moet. Nou, dan moet je evenwicht gebruiken om eruit te kunnen. Kom maar.
een beetje helpen. Stappen. Goed. Yay! Yay! Supergoed. Goed gedaan, Jordi. Ga je even spelen nog? We gaan mama en papa en Liam naar bed brengen. Want Liam hebben we even hier neergezet. Zodat Jordi lekker kon gaan spelen. En wij Liam lekker zijn neusje konden doen en een flesje konden gaan geven. Ja! Kleine hooligan. Een hele goede morgen. Wij hebben net Jordi en Liam de fles gegeven. En nu zijn ze aan het spelen en zijn wij aan het genieten dat ze aan het spelen zijn. Wat gaan we doen? Nou? Oh ja, hoe kun jij nou moe zijn? Wat ga ik nou doen? Ja, wie ga ik nou pesten? Ga ik mijn grote broer toch gaan pesten? Wat ga je doen? Hé, hey, er is weer ruimte, papa. Er is een tot, kijk. Die kruipt er raak in. Ja, en dat zie ik ook al gebeuren. Wat moet ik dan zeggen? Mag niet? Ook al is hij pas vanaf 3 jaar, sommige dingen ga je niet tegenhouden. Hij kan over de kop heen, ja. Maar voor Jordi hebben we hem gekocht om te wiebelen. Ja. Maar hij gaat dat wel doen. Ja, maar de ruimte heb je niet onder. Buiten wel. Nee, maar hier niet. Nee, ja, nog niet. De Daredevil. Hé, hey, daar is mijn broer. Wat is hij aan het doen? Zal ik eens kijken of ik hem kan gaan pesten? Nee, gaat naar die bak. Nou, in. Of in zijn tent. Ja, naar zijn tent. Of naar het speelgoedbak. Oh, wat wil je om wedden? Zilverbak. Hij doet nou zelf voor het knopje dat ik heb van de telefoon. Ja, dat klopt. Heb ik hem geleerd. Omdat iedere keer als ik de telefoon erop zette, dan pakte Liam hem weer af. En dan had hij dat geluid niet. Mm-hmm. Het ging allemaal zo snel iedere keer voor hem. Dus toen zei ik, je kan ook op knopje drukken. Dus toen op een gegeven moment de vinger erop geduwd. Tot hij van, hé ja. Nou, wij houden het nog wel even uit hier om te gaan kijken wat de kindjes allemaal aan het doen zijn. En dan gaan we lekker onze zondag houden. Ik ga was wassen en proberen boven te poetsen. En papa gaat de tuin opruimen. Dus we gaan even kijken hoe we dat allemaal gaan organiseren. Wat ga jij doen? Los. Wat doe jij doen? Ja, zit je lekker te snoepen? Moet wel uitkijken, hè? Goed kauwen. Jordi die slaapt nog, die wou vanmiddag niet in slaap komen. En Liam die heeft wel gewoon geslapen. En die heeft net een beetje fles gehad. En hij is nou een beetje aan het snoepen. En zo dadelijk ga ik Jordi wakker maken. Ik heb een hele berg was opgevouwen. Ik heb nog het een en ander klaarstaan om te wassen. Dus ik heb nog genoeg te doen. En
Papa, die is servicediensterijen, hè? Ja. Want de baas van papa, die zei dat er een klapband was. Dus dan moet papa die eventjes gaan maken, hè? Ja. Dus papa is heel even servicedienst doen. Maar papa heeft wel langs het huis opgeruimd en al het glas opgeruimd. We hadden heel veel glaswerk staan, wat we even niet hadden opgeruimd. Dus Niels heeft dat allemaal opgeruimd. En ik ben nog heel eventjes naar de winkel geweest. Voor een paar dagjes boodschapjes gedaan. Hé, jongen? Ja. Hé, toeketoek. Hé, toeketoek. Oeh. Oeh. Ja, jij wil die nog wel, hè? Kijk. Wil je er nog eentje? Oh, jij wil er nog wel eentje. Lekker. Hij kijkt alsof je het niet lekker vindt, hoor, maar hij vindt het wel lekker. Ja, lekker eten, hè? Lekker snoepen. Wat ik wel eens doe, is wij eten vandaag kip met aardappelschijfjes en kip uit de oven en aardappelschijfjes in de frietpan gebakken. Maar dan heb ik voor de kindjes heb ik in principe zoiets van ja, ik wil toch vers eten voor ze hebben. Niels is trouwens inmiddels terug. Ik ben even druk. Hij is even druk. Ja, je had het dicht van de schuur al uit te zetten. Ja. Ik vergeet vaak het licht in de schuur uit te zetten. Ja, als ik iets uit de vrieger. Ja, als ik iets uit de vriezer had willen pakken. Niet alleen in de schuur. Overal eigenlijk. Ja, maar ja, ik ben altijd overal bezig. Alsof ik jou altijd sla. Nee, ik knijp altijd. Nee, maar ik was aan het vertellen. Als de kindjes gewoon lekker eten nodig hebben natuurlijk. Dan doe ik wel eens gewoon wat kipfilet, doe ik gewoon wat bakken. En dan hebben ze uit de vriezer. Deze haal ik altijd bij de Albert Heijn. No spon. Haal ik deze. En dan bak ik dat met de kip. Doe ik een heel klein beetje water bij. En dan doe ik dat altijd met de kip een beetje opbakken. En dan doe ik dat pureren. Op de manier zoals elk kind dat zelf nodig heeft natuurlijk. En dan hebben ze toch lekker eten. Jordi vindt het helemaal geweldig. Liam heb ik het nog niet gegeven. Dus die gaat het vandaag voor het eerst krijgen. Er zit eigenlijk alles in. En het komt uit de vriezer. Dus het is gewoon vers ingevroren. En het ziet er heel uit. Er zit ook kruidenbank erbij. Dus je hoeft in principe de kip niet eens een smaakje te geven. Want ja, dan wordt natuurlijk door de kruidenbank wel een smaakje gegeven. Ja. Dan ga ik heel eventjes voor de kindjes dadelijk pureren. En dan ga ik eventjes boven verder, want ik heb nog best veel te doen. Omdat Niels dus weg moest, moest ik daar eventjes mee wachten. En dat kan ik nu gaan doen. Wie slapen er? Papa, Lia en Jordi. Die slaapt nog niet hoor. En Joef? Ik weet niet of Joef slaapt. Maar wij gaan wel slapen. En dus ook bij deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.